Een mech is dus een hele grote robot die jij bestuurt waarmee alles wat jou niet zint naar de kloot kan schieten. What the fuck? Wat is dit nou weer voor bullshit? Hehe, Halken werkt eindelijk. Waarom? Een klein klote probleempje wat ervoor zorgde dat hij niet kon updaten. De reden, hij moest per se op dezelfde schijf staan als mijn Windows. Jeroen, wat is daar nou zo'n groot probleem aan? Nederland is een vrij land. Ik wil gewoon zelf kunnen kiezen waar ik mijn spel toch op neerzet. Kom op zeg. Op naar Halken. Halken is een free-to-play game dat houdt in dat je het gratis kan spelen. En ik, ja, als student vind het wel leuk om gratis een spel te kunnen spelen. En ik zie je al denken, free-to-play, geen vies woord over free-to-play. Want free-to-play kan ook heel erg goed zijn en Halken is daar echt een voorbeeld van. Want Halken ziet er goed uit, heeft goede gameplay, speelt soepel. Oké, je moet er een wat sterkere computer voor hebben, maar het werkt wel. Natuurlijk kan je robot upgraden. Naast de bekende manier van upgraden waar je na elk level een nieuw onderdeel krijgt, krijg je ook na elke level een skillpoint erbij. En deze skillpoints kun je volledig naar eigen inzicht invullen. In drie verschillende categorieën, offense, defense en movement. Na het invullen van deze skillpoints kan het natuurlijk zijn dat je denkt van shit, ik heb mijn robot verneukt. Geen probleem, je kan het helemaal terugdraaien en opnieuw invullen. Hierdoor wordt deze robot gewoon echt van jou. Je hoeft dus geen gebruik te maken van pre-gefabriceerde instellingen. Dus wil jij liever snelheid in plaats van kracht? Kan dat. Jouw keus. Jouw lelijke robot kan veranderen in een mooie, grote, sterke robot. Maar daarvoor moet je iets doen. En dat is punten verdienen. En zonder te betalen punten verdienen gaat heel erg traag. En dat is ook gelijk het nadeel van een free-to-play game. Want er zijn natuurlijk mensen die wel geld ervoor over hebben of de mogelijkheid hebben om met een creditcard geld in te steken. En ja, die zijn natuurlijk gewoon in the advantage. Jij staat gewoon voor lul. Dit is ook gelijk het nadeel van een free-to-play game. Je kan het vergelijken met deze situatie. Je zit lekker veilig in je Fiat Panda en op het moment schiet een Ferrari langs. Op dat moment weet jij, fucked. Naast de bekende spelvarianten als Team Deathmatch en Free For All zijn er ook twee andere minder bekend. En dat is Missile Assault en Siege. In de spelvariant Siege moet je als team ervoor zorgen dat je energie krijgt. En er ook voor zorgen dat mensen met energie niet kapot gaan, want dan ben je energie weer kwijt. En tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat afweergeschut in het midden bemand blijft en de tegenpartij de kans niet krijgt om die over te nemen. Kortom, je moet een hoop doen als team. En op het moment dat een team niet goed samenwerkt, dan gebeurt er dit. De controls zijn heel simpel, WSAD, voor, achter, links, rechts, shift, sprinten, in dit geval kan je dan dashen, links en rechts kogels ontwijken, naar achter dan draait hij in één keer om van voor, dan kijkt hij de andere kant op, dus kan je vluchten, spatiebalk is springen, ingedrukt houden is zweven, dus de controls zijn ja, piece of cake, echt piece of cake. Maar de interface daarentegen mensen, daar sta je nog open voor een verrassing. Special ability 1, special ability 2, je health. Een radar, een metertje waarop je ziet hoeveel mensen bij je afweergeschut staan, een metertje boven in je scherm om te zien hoeveel punten je toren nog heeft, waar de vijandelijke schepen zich bevinden en hoeveel energy je nog moet afleveren voor een nieuwe aanval, je enemy op het scherm, de health van je enemy, je ziet je objectives, je benzinetank en al deze metertjes en balkjes zijn even belangrijk. Je moet ze allemaal in de gaten houden, want als je dat niet doet, ja, dan ga je dood. Halken voor mij is een game die je kort speelt, maximaal een uur. Gewoon om te relaxen, even ontspannen, klaar. Zoek jij een spel wat echt een doel heeft, dan moet je Halken niet gaan spelen. Yeah.